Ari Boomsma staat bekend om zijn toewijding aan een gezonde levensstijl, maar de dynamiek rondom voeding binnen zijn gezin is verrassend genuanceerd. Terwijl Ari resoluut weigert om door de McDrive te rijden, bezwijkt zijn vrouw soms voor de verlokkingen van een snelle hap. Ik persoonlijk doe het niet, maar soms eindigen ze toch met kipmegets thuis, geeft hij toe. Het lijkt een contradictie, een fitnessicoon als Boomsma die een pragmatische benadering hanteert als het gaat om voedingkeuzes binnen zijn gezin. Hij erkent de aantrekkingskracht van de bekende M op kinderen, zelfs als hij er zelf niet aan toegeeft. Er hangt een soort magie rond die gele M voor kinderen. Zodra ze hem zien in de auto, roepen ze al McDonald's. Echter, Ari heeft geen totaalverbod ingesteld op fastfood. Hij streeft ernaar zijn kinderen te leren een gezond kompas te ontwikkelen. Ik wil dat ze leren wat goed voor ze is en wat ze af en toe kunnen genieten, ook al is het minder gezond, legt hij uit. Opvoeden, benadrukt hij. Draait om het balanceren tussen begeleiding en zelfontdekking. Wat betreft snoepgoed, Boomsma is pragmatisch. Een snoepje af en toe is prima, zegt hij. Maar hij erkent de uitdaging wanneer kinderen meer geneigd zijn naar zoetigheden dan naar groente. Het wordt pas een probleem als ze alleen maar op snoepjes duiken en groente laten liggen. Dat is een uitdaging waar wij ook mee te maken hebben gehad. Het gezin Boomsma navigeert dus tussen gezonde keuzes en af en toe toegeven aan verleidingen. Met het oog op het bieden van een gebalanceerde opvoeding die zowel leert als respecteert.